Hallo iedereen en welkom bij seizoen 2 van mijn Career Mode serie. Nadat mijn eerste serie van Talent in de Dop nogal een flop werd, dat ik een volledig PSV team mod met Ramsey erbij en dat natuurlijk niet kan, heb ik met dank van de subscriber een nieuw concept. Dat betekent namelijk dat ik een heel groot team ga kiezen, namelijk Manchester City, aangezien die veel geld hebben. Daarmee verkoop ik alle grote spelers dat ik een enorme transfersom heb en daarvoor ga ik alleen maar talentjes aantrekken, dus dat zie je mij dus nu doen. Ik heb Manchester City gekozen, ik heet dus nu meneer Hezerols en rechtsboven zie je dat ik in total 36 van de 42 plekken bezet heb. Dat betekent dus dat iedereen de deur uit moet, want ik moet natuurlijk zoveel mogelijk plekken hebben om een volledig nieuw team aan te trekken. Want ik ga in totaal zo ongeveer 20 spelers kopen, want ik moet natuurlijk de bank vullen en de eerste 11. Dus daar moest iedereen weg. David Silva, Aguero, Nasri, die hadden natuurlijk allemaal super hoge salarissen. En dan kwam ik dus uit op een enorm salaris die ik allemaal kan uitgeven aan spelers. Dat ze ook niet gaan zeggen van, ja nou misschien ga ik wel over, maar ik zit hier zo lekker, ik woon hier zo lekker in mijn huisje. Nee, voor 500 miljoen. Salaris per week, dan kom je wel. Dat is maar natuurlijk een beetje overdreven, maar je snapt wel wat ik bedoel. Maar je ziet mij dus allemaal spelers kopen. Waarschijnlijk gaat het ook iets te snel, maar maak je niet druk. Aan het einde laat ik gewoon heel rustig zien welke spelers ik allemaal heb gekocht. En dan zie je hoe het volledige team eruit ziet. Dus dan kan je daarna uitkijken. En dan zal ik nu een paar spelers bespreken die ik heb aangetrokken. In ieder geval, een groot deel van deze spelers komt van een lijstje die ik van Mark heb gekregen. Ook al bekend als Hard Dynasty HD. Hij heeft mij dus, zoals ik net al zei, een heel grote lijst gegeven met allemaal spelers die hoog potentieel hebben. Want meestal neem ik niet echt het raad van het internet aan. Want ik heb heel vaak dat als ik een speler van het internet heb die hoog potentieel krijgt, dan speel ik daarmee en de groeit die naar van hand of eigenlijk gewoon bijna niet. Dus daarom heb ik maar gewoon het advies aangenomen van Hard Dynasty HD, oftewel Mark. Aangezien die gast al sinds 2004, FIFA 2004, al Career Mode speelt en die gast er dus wel wat meer verstand van heeft dan ik. In ieder geval, je ziet het dus dat ik een aantal spelers verkoop. Ik denk niet dat die transfers ooit in het echt zullen gebeuren. Ik bedoel Aguero naar Bayern. Die hebben net Lewandowski gegooid. Waar zit je met je hoofd, EA? Je bent helemaal wows. Maar je ziet het dus dat ik ook een speler koop uit mijn route, Chelsea, Chalobah. De center defense mid, hij was maar 18 jaar oud en volgens Mark zou hij heel goed worden. En natuurlijk heb ik twee holding mids nodig, want ik ga 4-2-3-1 spelen. Met natuurlijk een linksmidden en een rechtsmidden. En dan komt linksmidden waarschijnlijk Bakali en rechtsmidden Janusz. Want heel veel mensen zeiden tegen mij dat Janusz erg goed is. En Bakali is natuurlijk de speler met het hoogste potentieel in heel FIFA. Want die wordt dus van 91 algemeen. En dan hoop ik natuurlijk dat hij ook iets in die richting komt. Maar maak je ook niet druk. Bakali is de enige PSV-speler. En sowieso de enige Eredivisie-speler die ik koop. Want ik weet dat het best wel gevoelig leed als ik Eredivisie-spelers aantrek. Dan zeggen jullie weer van, ja, waarom haal je die niet? Waarom haal je Boetjes niet? Waarom haal je Klaassen niet? Die gasten zijn allemaal supergoed. Ik heb ze dus alleen maar Bakali gehaald omdat hij een hoog potentieel heeft. En echt een enorm hoog potentieel. En daar blijft het bij. Voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar uit andere competities gehaald. Ook wat duurdere en bekendere spelers. Zoals bijvoorbeeld Varane. Want Varane is 20 jaar oud. En ook nog de Chiglio. Want ik had een rechtsback nodig. En de Chiglio was 20 jaar oud. Die zou 85 algemeen horen. Dus dat is natuurlijk een superspeler om aan te trekken. Hij vroeg wel redelijk hoog salaris. Maar ja, zoals ik al eerder zei. Ik heb super hoog salaris. Zoals je kan zien is mijn remaining wage budget zo rond de 1 miljoen. Dus dat is natuurlijk echt verschrikkelijk hoog. Daarmee zou ik twee keer Ronaldo kunnen aantrekken. Bij wijze van spreken. Maar ik koop hier nog Ravel Morrison. Bergini of Berganino. Waarschijnlijk spreek ik de naam helemaal verkeerd uit. En ook Luke Shaw. Luke Shaw is echt een baas op Twitter. Ik zie hem heel vaak praten omdat ik heel veel Engelse Twitteraars volg. En hij interact best wel veel met YouTubers en daarom vind ik dat ook wel heel leuk. En hij speelt zelf ook FIFA. Daarom is hij waarschijnlijk ook best wel goed in FIFA zelf, want hij is 6'1" en hij is best wel een goede linksback. Want hij heeft hoge strength, hij heeft hoge pace en hij is gewoon super groot, wat dus eigenlijk gewoon ideaal is. Ik hoop je wel waarschijnlijk mijn favoriete speler, GC Rodriguez. Want GC Rodriguez, die wordt echt super groot, of super groot, ik bedoel natuurlijk super goed in FIFA. En ik vind hem ook gewoon een beest in Ultimate Team, dat hij dan zilver is. Dus als jij een goede spits zoekt die zilver is en het voor coins, raad ik zeker aan om GC Rodriguez te kopen. En als je niet het geld ervoor hebt, moet je hem in de career mode proberen. Dat is echt de beest, maar hier zit dus het team. Dus ik ga de naam niet allemaal uitspreken. Stop even de video als je het allemaal in meer detail moet zien. Maar ik heb dus echt het hele team omgegooid en ik heb superveel spelers verkocht. Bijna geen één goede speler is er nog. Hier ziet dus trouwens heel snel dat ik op wereldklasse speel en in mijn eerste wedstrijd tegen Newcastle ga. En hier scoor ik meteen de eerste goal met Correa. Echt een heel mooie goal. En Correa is sowieso ook een van zijn toptalentjes van Hard Dynasty HD. En dat kan ik ook best wel geloven, want deze gast was echt een beest gezien die goal. En later in die wedstrijd scoor ik ook nog een tweede goal hier met Janusz. En ik zal de knal even verslomen. De keeper die altijd nakijkt, die dacht van wat kan het nou? Want ik wist dat Janusz best wel slecht kon schieten. Maar met een beetje geluk ging er dus alsnog in. En uiteindelijk eindigde de wedstrijd met een 2-0 overwinning voor mij. Dus dat is natuurlijk een mooie eerste wedstrijd, maar er moeten nog vele komen. Dus het einde van de aflevering, ik hoop dat je hem leuk vonden. Vergeet de video natuurlijk niet te liken, want het helpt me enorm. Abonneer als je niet geabonneerd bent en dan weet je meteen wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. Hij kan ook al voor Twitter links in de beschrijving staan. Maar tot de volgende keer en zoals ze Brabant zeggen, houdoe.